teugels Senita. Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe video van mij. Vandaag is het maandag 9 november. Ik ben zojuist aangekomen in Schiedam, want we hebben hier een shoot. Leila en Mini gaat haar en make-up doen. Steve gaat styling doen. Steffi is de fotograaf. En mijn vriendin No, die wordt zo meteen lekker opgemaakt en zo. En ik ga ook even ernaartoe. En de shoot is in de studio van Steffi. En daarna ga ik gelijk door naar de praxis en zo. Want ik moet even een wastafel vinden voor in de wc voor mijn bedrijfspand. Ik moet tegels vinden. Dat hebben jullie ook in mijn vorige video gezien dat ik naar de praxis was gegaan. Maar ik moet vandaag echt een keus gaan maken. En morgen moet ik alles aanleveren. Want dan kunnen ze de wc gewoon afronden. Want dan zijn we daar ook klaar mee. En ik ga nu snel naar binnen, want ik ben een beetje laat. En ik neem jullie gezellig mee. Kijk eens met wie ik ben beland. Met Moesti. Nou, ik ben lekker naar huis gekomen na de shoot. En wij zijn nu net aangekomen in Hengelo. En we gaan naar Bauhaus. Dus we gaan vandaag al tegels en wasbak en zo halen. En ik was hier laatst toevallig beland. En ik dacht, hé, dit is echt een super leuke winkel. En ze hebben echt mega leuke dingen. En ze hebben ook echt, maar dan ook echt hele goede prijs voor sommige dingen. Vergeleken met praxis en zo. Moes, ben je hier ooit eerder geweest? Nee, ik ken het wel. Maar ja, nee, het is echt een hele leuke winkel. Voor als je in de, iets gaat verbouwen of zo. Hebben we mondkapjes? Ja. Toppie. Of tenminste, ik zeg wel ja. Maar in jouw auto hebben we mondkapjes. Ja, in mijn auto. Hier heb ik ook eentje. Kijk uit. Ja. Hier is eentje. En volgens mij heb ik ook nog wel eentje. No more gas in the red, can't even get it started. Nothing heard, nothing said, can't even speak about it. Out my life, out my head, don't wanna think about it. Feels like I'm going insane, yeah. Je hebt hier zoveel keus, dat is gewoon niet normaal. Ik maak echt geen grap. En dat maakt het juist heel moeilijk. Kijk dan, je hebt gewoon echt alles. Dus jij zegt voor kleinere formaat gaan. Ik zou 60 bij 60 nemen. In plaats van zo'n grote. Zullen we nog één keer een rondje maken? De badkamer zou wel mooi zijn, zo groot. Ja, hè? De wc zo groot, je moet je heel veel snijden. Ja, klopt. We gaan nog één rondje maken. Ja, hij is heel zwaar, maar ik weet niet of dit... Het wordt vast wel goed vastgezet. Kijk, want ik vind... Waar komt die kraan in, man? Hoe bedoel je? Waar komt die water in? Waar wat? Niet alleen een gat, waar moet die kraan komen? Ja, die kraan zet je dan gewoon zo tegen die muur. En dan valt hij erin. Snap je? Het is gewoon alleen wasbak, zoals dit, zeg maar. Ah. Snap je? En dit zijn bijvoorbeeld wasbakken. Ik vind deze heel leuk. Ja, ik denk dat ik deze neem. Met die zwarte kraan erop en het is gewoon van beton. Dat is echt heel mooi. Ja, doe maar die. Guys, ik ben voor deze tegels gegaan. De tegels Senita. Kijk hoe mooi. Hoi guys, ik ben één dag verder. Vandaag is het dinsdag. Oh my god, ik wil jullie even wat laten zien. Ik ben hier. Tenminste, ik heb vandaag pakketjes binnengekregen. En ik moet zo uit huis, want mijn vriendin Kauta is jarig. En Moes en ik gaan even bij hun op visite. Om even langs te gaan. Dus ja, ik heb ook een cadeau voor haar gehaald. Ik ga zo even bos bloemen voor haar halen. En dan gaan we even langs. Ja, ik ben bijna klaar, babe. Kom maar aan.
En dit doos kwam binnen en ik dacht echt, oh my god, wat is dit? En toen kwamen deze ballonnen eruit. Dit is zo'n 3D ballon, Mamo Clothing. En er zat een super lieve brief erbij. Met een logo erop van Mamo. En aan lieve Malika, gefeliciteerd met de lancering van Mamo Clothing. Heel veel succes. Liefst Jess. En het komt van House of Crafts. En House of Crafts hebben jullie een paar video's terug bij mij, tenminste in mijn video gezien. Want zij hebben destijds, tenminste een maand geleden, hebben zij decoratie voor mij en voor Zane, voor onze verjaardagen gedaan. En ze hadden hier thuis bij ons echt super mooi alles versierd. Waar ik echt zo blij mee was en nog steeds ben. En thank you so much. Ik waardeer dit soort dingen zo erg. Echt zo lief. Kijk dan hoe leuk. Volg ze AUB op Instagram. Maar zij maken echt super mooie dingen. En het zijn echt super lieve meiden. Want dat vind ik ook altijd heel belangrijk. Dat er gewoon echt hele leuke mensen achter het bedrijf zitten. Oh my god, ik word hier echt heel blij van. Ik ga het zo op mijn Insta posten. En ik heb nog hele leuke pakketjes binnen. Zoals jullie zien van Pretty Little Thing, Simi London en van Nars Cosmetics. Dat heb ik nog niet geopend trouwens. Ik weet niet wat hierin zit. Maar altijd als ik van Nars een pakketje krijg, word ik altijd heel blij. En misschien is het ook heel leuk om nog een pakketje te laten zien van Noé Skincare. Heb ik een mini travel kit ontvangen. En wat leuk is, is ik volg ze ook op Instagram. En het is een skincare wat echt op een hele natuurlijke basis is. Want daar sta ik heel erg achter. En kijk hoe leuk dit eruit ziet. Hier word je echt vrolijk van. En hier zit dus dan zo'n toner in. Zo'n day to night moisturizer. Zo'n gentle of daily gentle cleanser. En een serum. En dit is zo'n travel kit. Thank you so much. Yay. Ja, die kant op. Lukt dat, Misty? Ja. Wel fijn zo'n lift hoor, met zo'n spiegel. Ja. Ik ga stuk. Yo guys, vandaag is het donderdag. Ik ben 2 dagen verder vergeleken met mijn laatste beelden. Gisteren heb ik eigenlijk de hele dag vanuit huis gewerkt. En gisteren moest ik dus ook bestellingen thuis klaarmaken. En want ja, ze zijn bezig met de wc bij mij in het pand. En er moet nog zoveel gebeuren. Dus ik probeer gewoon zoveel mogelijk alles gewoon goed te, goed te plannen. Want anders krijg ik gewoon een soort van chaos in mijn hoofd, een soort van error, laat ik het zo zeggen. Maar het gaat tot nu toe gelukkig heel goed. Behalve dat PostNL 1 pakketje voor mij is verloren. Dat vind ik echt super slecht. Echt niet normaal slecht. Dat zo'n groot bedrijf als PostNL dit soort fouten maakt. Meen je niet? Hebben jullie 3-0 verloren? Ja. Dus je bent tot en met, het is vanaf morgen tot maandag ben je vrij. Dus we kunnen gewoon zoals we wilden gewoon weg. Maar zullen we dan morgen... Heb je al gebeld? Wat zei je? Had je die hotel gebeld? Nee, ik heb je hotel nog niet gebeld. Ik heb daar niet eens aan gedacht. Ben helemaal vergeten. Alleen wat wel zo is, we hebben boete. Wat voor boete? Ja, op telefoon, achter het stuur. Blijkbaar is er een scanner die dan heeft gescand dat er iemand... Jouw auto of mijn auto? Jouw auto, maar het is van afgelopen zondag. Van afgelopen zondag heb ik telefoon... Nee, luister, het is van afgelopen zondag. Zondag hebben we 2 dingen gedaan. Jij bent in de ochtend naar Mineke geweest. En ik heb Arda opgehaald in de middag. De boete is rond 1:30. Het is van 1:30, zeg maar. Tijdstip is 1:30. Zondag 8 november 1:30. Ja. Ja, ik denk dat ik het ben. Want jij bent toch niet in de middag uit huis geweest. Hoe laat heb ik Arda opgehaald? Zondag, hè? Ja, ik weet niet. Ik had in de... En dat is zo'n scanner die scant dus of je telefoon in je hand hebt of niet. Dus je hoeft niet per se iemand naast je te hebben, een politieagent of zo die het ziet. Oh, dus als je hem al eigenlijk in je handen hebt? Ja. Dan weten ze het al. En de boete is ook niet laag, zeg ik je eerlijk. Dat is niet normaal. Maar goed, ik ben nu begonnen met koken. Ik ga Thijs pad thai maken. Voor het eerst moest.
van de verse afdeling. En daar hadden we eigenlijk garnalen voor nodig, maar ik maak hem met zalm, die we gisteren bij de visboer hebben gehaald. Ook dus als je zo meteen thuis bent, hebben we lekker warm eten. Ja, ik ga sowieso opletten, want eigenlijk ja, is het gewoon heel dom. Is gewoon weggegooid geld. Dat mag ook niet. Ja, is echt zonde. Niet alleen dat het zonde is, het is ook gevaarlijk. Het is gewoon een wijze les. Ja, voor iedereen. Klopt. Oké, is goed, babe. Ik zie je zo. Is goed, als je gaat terug. Doei. Nou, zoals jullie horen, ik ben aan het koken. By the way, dit heb ik voor het eerst gehaald. En dit maak ik dus lekker nu met zalm. Ik heb boete gekregen. Ik was even aan het twijfelen wie het was. En voor degene die wilt weten hoeveel mijn boete was, dat is 279 euro. Dat is zoveel geld. Dus alsjeblieft, maak niet zelf de fout als dat ik heb gemaakt. Want ik weet 100% dat het gewoon een soort van een scanner ergens is geweest. Ik heb heel vaak, zit ik niet op mijn telefoon, heb ik gewoon zelfs vaak mijn telefoon vast terwijl ik zeg maar aan het sturen ben. Het is gewoon een soort van een tik van mij. En ik denk dat er zoiets was, want ik bel nooit. Ik bel altijd handsfree. En ik zit eigenlijk nooit achter Instagram of WhatsApp of whatever als ik aan het rijden ben. Dus er is iets fout gegaan, maar goed. Ik ga nu lekker koken. Als Moes en de kids thuis zijn, gaan we lekker eten. Mijn vriendin komt ook zo meteen met haar kids. Dan kunnen Arda en haar kids gewoon en Zeen gezellig even spelen bij ons. En ik heb natuurlijk ook hele leuke pakketjes nog boven. Die wilde ik ook nog in deze vlog aan jullie laten zien. Ja, dus de website doet dat weer. Dus jullie kunnen gewoon lekker shoppen online. En ja, ik krijg tot nu toe, voor iedereen die een bestelling bij mij heeft geplaatst, krijg ik gewoon zulke lieve reviews. Oh my god, dat is niet normaal. Iedereen zegt ook, je website ziet er zo mooi uit, Malika. En ik heb ook echt een super team nu. Ik heb tot nu toe, zit ik met, even kijken, 1, 2, 3, 4 mensen. Dus ik en nog 3 andere dames die dingen voor mij oppakken. En ik heb binnenkort ook een gesprek met een meisje die voor 2 andere bedrijven heeft gewerkt. Voor 2 hele grote bedrijven. Dus dat vind ik ook heel leuk dat zij ook misschien aan gaat sluiten bij mijn team. En zodra dus alles afgerond is in Apeldoorn bij mijn bedrijfspand, kan ik eindelijk met mijn team erin. En dan gewoon echt gewoon 100% volledig aan de slag. En as you know, ik ben dus bezig met het lanceren bijna. Tenminste, het is bijna af. Ik zit er al maanden aan te werken. Maar er komt zoveel bij kijken. En het duurde ook heel lang voordat ik echt een goede fabriek had gevonden. Maar mijn krultang. En ik ben dus nu ook bezig, naast de krultang ben ik dus nu ook bezig voor Mika. Want zo gaat het brand heten, Mika. Ben ik ook bezig met een hairbrush samenstellen. Een hairbrush wat eigenlijk, want ik heb heel vaak met haarborstels dat of mijn haar wordt heel statisch daardoor. Of ik krijg mijn klitter niet heel erg goed uit. Maar ja, daar ben ik dus ook mee bezig. Dus dat kondig ik nu hierbij aan. Dus naast een krultang komt ook een hairbrush uit. En daarna wil ik ook nog de andere dingen toevoegen. Trouwens, even kijken wat hierin zit. Ik moet zelf toevoegen 3 eetlepels olijfolie, 2 eieren, 50 gram ongezouten pinda's. Oh shit. Pinda's. Ik heb geen pinda's thuis. Ik dacht dat het cashewnoten waren. Maar ja, ik ga gewoon in plaats van pinda's ga ik gewoon cashewnoten gebruiken. Of walnoten. Nee, cashewnoten beter. En dan zit daar zo'n saus bij. Even kijken. Zo'n woksaus. Wat voor saus is dit eigenlijk? Even kijken. Thaisaus. En er zit dus een soort van wokgroente erbij. En zo'n rijst mihun zit er ook bij. Dit moet ik dus nu in water doen. Water dat wat al aan de kook is. Deze moet ik dus nu in kokend water gooien. En even uit elkaar halen en dan 4 minuten erin laten. En dan met koud water erop. Tenminste afspoelen en dan koud water eroverheen. En dit ga ik even aanbakken. Met olijfolie. En zo. Oh, ik heb zo'n honger gekregen. Niet normaal. Het ruikt ook echt zo lekker. Maar had ik net aan de telefoon. Die had een wedstrijd tegen FC Twente uit. Een oefenwedstrijd. Dus ze hebben 3-0 verloren. Daar hadden we het over.
Plus wij willen morgen, vanaf morgen, tenminste morgen, ja, even denken, ja, morgen, tot met zondag, dus een weekend is hij vrij en hij heeft nooit een weekend vrij. Dus we willen gewoon met kinderen, willen we ja, ergens een weekendje weggaan. En aangezien ja, je niet veel kunt doen, dachten we van misschien gaan we gewoon lekker naar hotel, gaan we lekker relaxen, ergens even de stad in of zo. En ja, zoiets. Dus we moeten even kijken waar we naartoe gaan. Ik weet alleen niet naar welke stad we willen of welke hotel. Dit pakketje wilde ik nog met jullie delen. Deze heb ik van Nars ontvangen. En ik word altijd zo vrolijk als ik iets van Nars krijg. Dat heb ik al gezegd. Oh my god. Look at this. Oh my god. Ik ben echt benieuwd wat dit is. Oh my god, wat leuk. Kijk dan. Kijk hoe vet dit is gedaan. Oh my god. Francois Nars believes when it comes to using concealer, you should start with a minimal amount, build gradually for coverage. Het is echt niet normaal leuk gedaan. The thing that I love most about the Soft Matte Complete Concealer is the amount of coverage it gives for how little it shows on the skin. This concealer is great because it comes in 30 shades. This concealer is really multifunctional. You can use it to cover just about anything. You can use it under your eye. Okay, dus een concealer en een foundation. To cover redness. Hyaluronic acid, which helps to smooth the appearance of pores. When applying the concealer over a larger area, I like to work with my fingers. Thank you so much, Nars. Oh my god, it's gewoon de leukste unboxing die ik ever heb gedaan, volgens mij. This is the Soft Matte Complete Concealer Brush, which was designed. Zo benieuwd naar deze foundation en concealer. When covering a blemish, I like to take the brush. En dan heb je ook van de foundation. Francois Nars believes that makeup shouldn't cover your skin. It should enhance your natural beauty, not mask it. What I love about this. Oh my god. Dit is echt zo nice. De leukste unboxing die ik ooit heb gedaan. Thank you so much, Nars. Echt niet normaal. Ik ben zo benieuwd naar deze concealer en deze foundation. En ik blijf het zeggen, Nars. Ik ben echt gek op Nars Cosmetics. Dus. Ik word hier echt zo vrolijk. Gewoon als een klein kind die snoepje krijgt. Zo vrolijk word ik. En ik wilde eigenlijk dit ook openmaken. Van Pretty Little Thing. Deze heb ik net een soort van opengemaakt. Omdat ik het jullie wilde laten zien. Maar toen dacht ik, weet je, het is wel leuk om hier een shoplog van te maken. Dus ik ga morgen even een shoplog opnemen voor jullie. Van Pretty Little Thing en Simi London. Want ik heb echt super leuke dingen binnengekregen. Kijk deze pantoffels van Zara Home. Ze zijn zo schattig. Oh my god. En zo lekker om erop te lopen. Dat is niet normaal. Lekker gegeten? Ja. Oh. Winnie zegt hij doet het. Mm-hmm. En je hebt de afvuur van Immers auto step
erop gezet. Ja? Alsof jullie accu is helemaal kapot. Omdat die heel lang is op. Oké, jongens, even serieus. Ik moet jullie ook nog even één ding vertellen. Die wimperserum die ik gebruik. Kijk, hier aan het einde heb ik net even één wimpertje geplakt. Gewoon een normale wimpertje geplakt. Kijk hoe lang mijn wimpers. Dit zijn gewoon dit hier helemaal aan de voorkant en hier in het midden. Dit zijn gewoon mijn eigen wimpers. Het is zo bizar, want ik had 28 dagen geleden, om precies te zijn vandaag, had ik een foto before gemaakt. En vandaag heb ik een foto after gemaakt. En ik heb nu twee foto's naast elkaar gezet. En ik dacht echt, oh my god. Ik ben zo blij dat ik even een hele maand mijn wimpers heb laten rusten. En ik zou de wimper eyelash serum met jullie delen zodra ik hem online mag zetten, en dan deel ik ook zeg maar op mijn Instagram de before en de after foto, en dat moeten jullie echt zien. Ik ben er zo enthousiast over. Ik zit al mijn vriendinnen te bellen en te zeggen van oh my god, mijn wimpers, bla 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 bla. En as you know, ik ben echt gek op wimper extensions. Ik hou van lange wimpers, ik hou van verzorgde wimpers, vandaar dat ik ook afgelopen 6 jaar alleen maar wimper extensions heb gehad. Maar Vanaf nu ga ik alleen maar wimperserum aanbrengen. Echt, I'm so happy. Is niet normaal. Zeg, kan je over een jaar vliegen? Over een jaar vliegen? Ja, vlieg je dan met mij mee? Vlieg mee met mij. Oh, zo ging die. Hoe ging die? Ik weet echt niet. Ja. En wat ook zo tof is, is dat ik dus dan ook een kortingscode heb voor jullie. Maar jullie moeten echt eerst die foto gaan zien. Vooral hier aan het uiteinde van mijn ogen, wimpers, waar ze helemaal verpest waren, zijn niet normaal lang geworden. Echt niet normaal. En nu heb ik zeg maar één stukje wimper van de Primark geplakt hier. Om een beetje een soort van cat eye look te krijgen. Omdat ik foto's moest maken en een video moest opnemen voor een... voor een stichting. Ik ben buiten adem. I don't know why. Kijk, dit is echt precies Moestie. Dit is mijn husband. Komt hij thuis. Laat hij gewoon zijn vest zo achter op bed. Terwijl ik elke dag tegen hem zeg. Laat niet je kleren slingeren. Wacht, ik ga hem aantrekken. Dan ga ik naar beneden en dan kijken of hij het doorheeft. Zwolle. Oké, kijk of die het doorheeft. Vast wel. Dan gaat hij gewoon even mijn vest aangetrokken. Moestie. Oh, je hebt die kaars aangezet. Echt, hè? Ik rook het al. Ewa. Ewa. Voor al mijn volgers, je weet zelf. Wat? Ik zeg voor al mijn volgers. Wat? Wat weet je zelf? Je weet zelf, weet niet. Wou ik gewoon zomaar zeggen. Ben je met je? Je hebt mijn ding aan. Ja, waarom heb ik hem aan? Omdat ik hem misschien op de grond heb gelaten. Nee, je hebt het niet op de grond gelaten. Je hebt hem op bed gelegd. En hoe vaak moet ik zeggen dat je je dingen moet opruimen? Je weet niet zelf. Ik ga stukken met jou. Mag ik hem terug trouwens? Nee. Ja, je mag hem terug zometeen. Het plantje tot 10 uur. Maar waar is het plantje? Diepe vindt ze weg. Wat zit bij Anne en Baba daar? Ik heb geen idee, schat. Oh my god, jongens. Ik wil heel graag kleding die ik niet meer gebruik of niet meer aantrek, wil ik gaan sorteren. En dan wil ik op United Wardrobe zetten. Onder deze video post ik mijn link van United Wardrobe. Dus volg allemaal mijn account op United Wardrobe. Want dan kan ik zo snel mogelijk alles online zetten. Zal ik het even ophalen? Ja. Mag mijn dingen? Wat, babe? Ja, dus dan wil ik zo snel mogelijk alle kleding die ik niet gebruik op je... Of ik zat zelfs te denken om misschien niet op United Wardrobe te zetten, maar een soort van een aparte Instagram te maken. Oké, wat denken jullie? Moet ik het op United Wardrobe zetten of moet ik aparte Instagram maken en dat jullie me gaan volgen op Instagram? United Wardrobe. Tenminste voor de dames die zeg maar, echt een soort van, weet ik veel, zo'n closet shop closet, hoe noem je zoiets? Oh my god, zo erg dat ik het niet weet, maar jullie snappen wel wat ik bedoel. Malika closet sale of zo. Wat denken jullie dat het beter is?
een soort van aparte Instagram aanmaken? Een closet sale Instagram? Of moet ik het gewoon op United Wardrobe gooien? Wat vinden jullie fijner? Dus let me know, want ik heb echt super veel kleren waar ik van af wil. En waar ik gewoon helemaal niks meer mee doe. En ik heb tot nu toe eigenlijk heel veel kleding weggegeven. En ook gedoneerd en zo. En eigenlijk van kinderen doe ik dat nog steeds. Dus speelgoed en alle kleding van kinderen, ja, dat doneer ik gewoon altijd. En dit keer leek het me leuk om mijn eigen dingetjes te gaan verkopen. Dus laat me weten. En dan ga ik even kijken wat jullie zeggen. En dan ga ik een van de twee kiezen. Plus, yes, ik ga nu even naar boven was draaien. Ik moet de laatste was draaien. Voordat wij morgen, we weten nog steeds niet waar we morgen naartoe gaan. Maar morgen wil ik een nieuwe video voor jullie opnemen. Een nieuwe vlog. Dus hierbij ga ik deze vlog beëindigen. En ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En thanks voor het kijken. Dikke kus voor jullie. Bye bye.